Hallo, nog een extra filmpje over dit examen. Want bij het herkijken bleek dat ik opgave 15 en 16 heb overgeslagen, dus die voeg ik echt af en even toe. En dit gaat over een stralingssituatie waarbij je een ledwaarde hebt. Een ledwaarde is de lineaire energie over toevracht en die wordt als volgt gedefinieerd. Dat is het energieverschil gedeeld door de afstand. Waarbij dE is de energie dus, gedeeld door de weglengte, oftewel door de afstand. Goed, en dan gaan we kijken naar de alfastralers leiden in het algemeen tot een hogere ledwaarde dan betastralers. En zijn om die reden geschikt voor nucleotherapie. Voor twee alfastralers, 1 en 2, is gemeten hoe de ledwaarde varieert met de afgelegde weg in het water. Zie figuur 2. En het gedrag in water is vergelijkbaar met dat in weten. Nou, hier heb je die figuur 2, hier heb je de afgelegde weg in het water, vergelijkbaar met het weefsel. En hier heb je dan die ledwaarde. Oké, in figuur 2 is te zien dat de ledwaarde een maximum heeft. Voordat dit maximum bereikt wordt, geldt voor een alfa deeltje. Hoe lager de snelheid, hoe hoger de ledwaarde. En leg het uit hoe je dat kan zien met figuur 2. Nou, oké, wat gebeurt hier? Wat staat hier nou eigenlijk afgebeeld? Horizontaal staat afgebeeld. Hoe ver het deeltje al in het lichaam, of in het water, in het weefsel is doorgedrongen. En dat staat dan uitgezet tegen de ledwaarde. Nou, je kan zien, laten we deze even volgen. Het deeltje dringt steeds verder het water in en je ziet dat de ledwaarde toeneemt. En dat geldt voor de twee touwen ook. Deelt hier, komt hier het water in en je ziet de ledwaarde stijgen. Ja? Oké. Okay. De alfa-deeltjes van alfa-straler 1 hebben bij binnenkomst een hogere ledwaarde dan alfa-deeltjes van alfa-straler 2. Dat kun je zien. 1 ligt hoger dan 2 qua ledwaarde bij binnenkomst, want dat is natuurlijk bij 0. Ja. Leg uit op twee andere manieren je dat kan afleiden uit figuur 2. Wat moest je nou weer even kijken? De vraag aflezen. Alpha deeltjes van alpha straler 1 hebben dus een lagere kinetische energie dan alpha deeltjes van alpha straler 2. Dat kun je op twee manieren zien. Je kan duidelijk zien dat de deeltjes van alpha straling 1 die komen lang zover het weefsel niet binnen, of in dit geval het water, maar dat is vergelijkbaar met het weefsel, dan deeltjes die van alpha straler 2 afkomen. Die komen dubbel zover bijna, zoals je kan zien. En dat betekent dat ze dus meer kinetische energie gehad moeten hebben toen ze weggingen. En die kinetische energie kun je ook nog eens een keer afleiden uit van hier kun je zien dat de ledwaarde is de kilo energie, kilo elektronvolt per afstand. En dit is, horizontaal is afstand. Als je dat met elkaar vermenigvuldigt, energie per afstand, vermenigvuldigt met afstand, dan krijg je dus energie. Dus de oppervlak onder deze grafiek laat zien hoeveel energie kinetische energie die deeltjes hadden. Nou, je kan duidelijk zien dat de grafiek onder 1, dat die een kleinere waarde zal hebben dan het oppervlak onder grafiek 2. En dat betekent dus dat de energie van de deeltjes die bij 1 horen ook kleiner is dan de energie hoeveelheid van de deeltjes die bij 2 horen. Oké, goed. Bij deze is het examen dan alsnog compleet.